Werken in de maritieme sector is werken in een omgeving die niet alleen fysiek, maar ook mentaal veel eisend kan zijn. Het is daarom van cruciaal belang dat we praten over mentale gezondheid van maritieme werkers. De boodschap van keynote-spreker Maya Heijmans tijdens de gehouden paneldiscussie in verband met het 18 mei, Dag van de Vrouw in de Maritieme. Heijman zegt dat het belangrijk is om te werken richting veilige en gezonde mentale statussen bij maritieme werkers. Het proactief handelen om de mentale gezondheid van medewerkers te beschermen kan ook bijvoorbeeld door het implementeren van programma's op de verschillende werkplekken, zo ook aan boord. Het is daarom van vitaal belang dat we een ondersteunende omgeving creëren waarin werkers openlijk kunnen praten over hun mentale welzijn en waarin er toegang is tot de juiste. Begint met het doorbreken van het stigma dat er helaas toch nog rust op mentale gezondheidsproblemen. En ook met het aanmoedigen van open communicatie en begrip op alle werkplekken in de maritieme sector. Een gezonde werkomgeving heeft niet alleen betrekking op de fysieke en mentale gezondheid, maar ook op de organisatorische cultuur en praktijken op de werkplek, zegt Heijmans. Het waarborgen van redelijke werkuren, voldoende rusttijden en het bieden van sociale en recreatieve activiteiten op werklocaties zijn belangrijke aandachtspunten bij het bevorderen van het algemeen welzijn. Hierbij moeten we niet uit het oog verliezen dat de behoeften van vrouwen soms anders kunnen zijn dan die van hun mannelijke collega's. Denk hierbij aan zwangerschappen, menstruatie, menopauze, jong ouderschap. Dit kunnen, ik zeg kunnen, normale processen in het leven van een vrouw zijn. Ik zeg kunnen omdat er ook verschillen zijn tussen vrouwen hierin. Het is dus belangrijk dat vrouwen evenveel kansen krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen binnen deze sector. En we hebben het hier over equity, niet over equality. Natuurlijk moet er equality zijn, maar ik heb het over equity omdat je kunt dezelfde kansen bieden aan een ieder, maar niet iedereen is evenveel geholpen. Dus de kans moet aangepast zijn aan de omstandigheid van die specifieke persoon. Heijmans besluit met de oproep om te blijven werken aan een werkomgeving waarbij mentale gezondheid, evenals het algemeen welzijn, bij maritieme werkers wordt bevorderd.